Proost. Proost. Leuk dat je er fijne, bent. Leuk dat je er bent. Fijne show. Ja, ja, leuk dat ik er ben. Ik was wat laat. Ja, dat geeft toch helemaal niks. Nee. Hans IJsvogel overleden, maar de, ja. Ja, ik vind dat wij dat toch moeten eren met zijn prachtige commentaren. Ja. Hij gaat helemaal los, hè? Dat is ongelooflijk. En dat die staart helemaal in zijn... Dante Buitenzorg had hij helemaal kapot gemaakt. Dante Buitenzorg die... Ja, daar gaat hij, Dante Buitenzorg. Ja, Buitenzorg. Maar die kijk hoe die op dat ding zit, man. Dat gaat, ja. Dat is een gek. Dat gaat die maar Dante Buitenzorg, die komt uit 86 ook, hè? Net als ik. Dat was hier 3. Mijn herinnering aan Hans IJsvogel is... Hè? Ja, is toch... Oh, laten we dit doen. Ja. 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 Is dat hij dan in Studio Sport... Remember Hans IJsvogel. Zat dit altijd, ja. Vroeger? Ja. Zat dit vlak voor de Toto, volgens mij, zat altijd zo'n paardenrace. En wat Mart Smeets altijd zei, als Hans IJsvogel was geweest, dan zei hij, Hans kan aan de beademing. Ja, ja. Diederik Ebbingen, voor de kijkers thuis, bekend van de luizenmoeder. Ja. Meester Anton, of de directeur Anton. Je had een mooie tweet, vond ik. Volgens mijn vader bracht het geluk als in één uitzending Studio Sport alle vogelhansen zaten. Hans Kieviet, Hans Kraai en Hans IJsvogel. Vandaag overleed de laatste vogelhans. Misschien brengen ze mijn vader ergens geluk nu. Ja. Nou, ik zie, kijk. Kippenvel, Aad. Kijk, oprecht kippenvel. Laten we proosten op Hans IJsvogel en de vader. En we nemen die laatste slok. En we nemen die laatste ophef was er ook. Oh. In de schaatswereld. Oh, is dat vanwege het handje van, handje van Anema? Ja. Daar staat Anema. En daar is de hand. Dijkstra heeft er mooi, hoor. Geen problemen mee. Wat zegt ze zo? Nou, dat zij van de boarding gleed. En dat Anema dus, ik ga nu ook... Die wil haar tegen. Oh, ja. Terug. Wat deed ze met jou? Dit deed met mij? Ja, ik weet niet. Een beetje... Dat kan toch niet vies zijn? Nee. Ik geloof in de oprechtheid van meneer Anema. Ja. Hij heeft wel het, heb je dat gehoord? Dat hij na de VS heeft hij ook Duitsland helemaal kapot gemaakt. Volgens hem, ja, die Duitsers die sporten, Duitsers sporten in zo'n slee naar beneden. Met een sleetje head first. In een raket. Ja. Zo, nee, ja, in een sigaar of in zo. Een sigaar, in een sigaardenbaan. Van een worst, ja, precies. Ja, in een sigaardenbaan af. Ja, dat slaat ook allemaal nergens op en dan winnen jullie ook alles. Ja, heerlijk. Dus, ja. Dus Anema die gaat langzaam gewoon de hele wereld kapot maken. Ja, heeft hij wel twee echte grootmachten heeft hij al gehad. En zit ondertussen is hij vrouw aan het betasten. Ja, nou. Heerlijk. Ja. Man, wat een leven. Wat een leven. Ik keek Studio Sport. Nou, dat is hartstikke goed zoomen, want we zijn een sportprogramma. Ja. Dus laten we beter een beetje geïnformeerd zijn. Eredivisie vorige week. En daar kwam dit in beeld opeens. Mascotte. Wat valt je op aan Sibi, zo heet hij? Sibi is 3,20 meter. Nou, ja. Dus dat is ongelooflijk, ja. Ik denk dat Kjell Scherpen in Sibi zit. Ja. Het is ook een heel klein stadion. Nu ik er nog eens kijk, Kjell Scherpen op krukken. Stelten. Ja. Ja. Wat deed jij op het schoolplein? Was jij van de stelten? We zijn een sportprogramma. Ja, maar we deden elfenvangertje. Wat is dat? Dat was de jongens tegen de meisjes, moesten elkaar dan pakken en zo. En gewoon op de bekken. En jij pakte Marjolein Moes? Want daar heb je voor het eerst mee geschuifeld, zo, hè? Ja, op de basisschool. Ja, dat weet je. Ja. Nou, die heb ik vast wel eens gepakt. Ja. Wij waren afgelopen week in Zuidhorn. Wat we daar deden, blijft nog even geheim. Ja. VV Zuidhoorn, die hadden zo'n prachtig bord, hè? Ja, oh man, die heb ik echt van genoten. Hebben we toen nog over gehad? Het is een drukletterbord, het is enorm veel werk om dat helemaal in elkaar te prutsen. En dan, weet je, de kleine winst die je nog kan pakken is dan... Oh, we doen niet een IJ bij wedstrijd en bij entreeprijs, maar we doen gewoon de Griekse ei. Hoppa. Wat ik jammer vind natuurlijk van een drukletterbord is dat je een... website hebt. VV Zuidhorn. Ja, maar je ziet wel dat het er later is bij. Ja, dus met dat, iets. Alles is een beetje vergelden letters. Sinds jaren 1974. Nou, dat moet ik wel, want 20 euro. Nou, euro hebben we inmiddels al 17 jaar. Hè. Nou, dit hebben wij even. Ja. Heel goed. En ik zou het verzekeren voor 25 euro. Klopt dat, het muziekje? Nee. Je hebt een soort kunst en kitsch meets eigen huis en tuin. Nou, dat is toch gespreken? Nou, doe nog één keer wat jij deed net. Oké, komt ie, ja? Totaal iets anders.
Dit was tussenkeuze kiets. Ja, 25 euro voor het bord van Zuidhorn. Deze week was ik gefascineerd door hondenracers. Misschien kwam het wel door Hans IJsvogel, paardenracers, dat ik dan ook, ook een keer hondenracers... Kijk, die denk dat beest gaat als vooral, een raket. Ik ben vooral onheerlijk als hij door die buis gaat straks. Niet deze, maar die andere straks. Ja. Hier, dit vind ik ook mooi. Als hij even lekker relaxed, even de rust. Ja, hier had hij nog tijd. Kijk, hier kijkt hij even zo. Wat gaan we doen? Dus stordig. Het had in hoeveel gekund? Ja, we weten de eindtijd. Dit is echt waanzin. Dit is echt waanzin. Ja. De springer, hij zweeft ook al bijna. Ja. Prachtig. En de high fives uiteindelijk. Hij had, hij had onder de 39 gekund. Hier had een 38 in gezeten, Nou, ik vind het natuurlijk leuker als het een beetje verkeerd gaat, hè. Ja, dat vinden we lachen. Lachen. Ja. Dus toen kwam ik dit tegen. Ja, goed muziekje ook natuurlijk. Ja, alles met een Benny Hill muziekje is goed. Echt bedankt weer. Zoek toch leuke vrienden. Nou, zijn we klaar. Nogmaals op Hans IJsvogel. Even geëmotioneerd, maar. Ja. Cool.